Excellenties, beste collega's, dames en heren, zie ons hier zitten. We houden afstand, omdat dat moet. U, althans, draagt allemaal mooi dat mondmasker, omdat het verplicht is. Moeten en verplichten zijn twee termen die we aan de KU Leuven doorgaans zo weinig mogelijk gebruiken. Maar nu moet het. En we houden ons aan. Het is onze burgerplicht. En ik hoop dat we met ons alle studenten in kluis die burgerplicht, die burgerzin, hooghouden een academiejaar lang. Het zal nodig zijn. Waarom dan toch een fysieke academische opening? Had ook dit niet online gekunnen? Natuurlijk wel. Maar ik vond het belangrijk dat we op deze eerste dag van een nieuw academiejaar met z'n allen samen zouden proeven van het corona-auditorium anno 2020. Want dit is de omgeving zoals ze vanaf morgen duizenden studenten aan deze universiteit te beurt zal vallen. We hebben de studenten beloofd om altijd met dat tikkeltje meer voorzichtigheid dan strikt noodzakelijk zoveel mogelijk van onze onderwijsactiviteiten op de campus zelf te organiseren. Waarom die lijn dan niet doortrekken voor een academische opening? Dames en heren, het was een rusteloze zomer. Voor mij althans. En toch heb ik tijdens die zomer de tijd genomen en gevonden om wat te lezen. En er zijn twee titels die me echt wel zullen bijblijven en die ik altijd zal blijven associëren met deze zomer. En de eerste is het wellicht voor velen van u bekende boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. En ik moet zeggen, het was door de omstandigheden deze zomer een gevecht, maar ik heb me finaal aangesloten bij zijn conclusie. Inderdaad, de meeste mensen deugen. En het is goed om dat te kunnen zeggen. En het tweede boek is Werken. Voor u eraan begint, weet dat het 1400 pagina's telt. Flinterdun papier in de Nederlandstalige uitgave. Het boek Menselijke voorwaarden van een Japans boegbeeld, Junpei Komikawa. Dat boek gaat eigenlijk, als u het leest, over... Of u vindt er eigenlijk het antwoord in op de vraag waarom sommige mensen toch niet deugen. Of plots niet langer deugen. Of toch weer net dat tikkeltje meer terug opnieuw. Of voor de ene wel en voor de andere niet deugen. En die voorwaarden waar Komikawa het over heeft in zijn titel, die verwijzen eigenlijk naar de verschrikkingen van de Japanse bezetting in Mantsjoerije tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het hoofdpersonage is Kaji, een Japanse klerk, eigenlijk een pacifist in oorlogstijd, maar die geleidelijk aan door de omstandigheden, door die menselijke voorwaarden waaronder ook hij moet werken, de meest evidente ethische principes loslaat. Principeloos gedrag in een principeloze wereld. Eigenlijk minder en minder mens wordt. En het is een boek absoluut het lezen waard, maar een boek dat heel veel vragen meebrengt. De traditionele vragen, remember Philip Sands, de verhouding tussen individuele verantwoordelijkheid en collectieve verantwoordelijkheid. Vragen die sociologen zich typisch stellen. Hoe komt het dat menselijk gedrag onder omstandigheden verandert? En welke rol speelt groepsdruk daarbij? Eigenlijk houdt Komikawa de lezer een spiegel voor. Zou ook ik onder druk om aan die veilige kant van de groep waartoe ik behoor te blijven, in staat zijn om diezelfde ethische principes op te geven? Belangrijke vragen. En dames en heren, u zal wellicht begrijpen dat het een bijzondere ervaring was om deze twee boeken te lezen te midden van het nieuws rond die reuzegom-tragedie deze zomer. En evident was ook ik diep geraakt en denk ik dat we met z'n allen nog altijd op weg zijn om ook maar iets te kunnen begrijpen van het leed en van de pijn die de familie en de vrienden van Samdadia te beurt zijn gevallen. We hebben het al bij herhaling gezegd, dit zijn wellicht in de recente geschiedenis van deze universiteit de zwaarste pagina's geweest. En waarom? Net omdat al wat op die reuzegomdoop gebeurd is en zich daar rond ontwikkeld heeft, zo haaks staat op de waarde waar deze universiteit voor staat. En ook die reuzegomdoop en het fenomeen van zo'n club is in essentie een verhaal over menselijke voorwaarden en verantwoordelijkheid.
Ook dit is een verhaal over de groep en hoe die het individu meesleept, over groepsdruk en wat die met individuele wilsautonomie doet, over collectief gedrag en hoe collectief gedrag evolueert naar collectief geweld. En collectief geweld dat zich elk jaar opnieuw lijkt te herhalen ten aanzien van telkens nieuwe schachten die vervolgens het jaar nadien de nieuwe brute worden. Een traditie die voortdurend gereproduceerd wordt en zich blijft herhalen. Maar een traditie die zo haak staat op waar wij voor staan en willen voor staan. Dat zal u absoluut met mij eens zijn. Daar twijfel ik niet aan. Wat we gezien hebben deze zomer met Reuzegom, en dat is eigenlijk het punt dat ik vooral wil maken, en het nieuws daar rond, is eigenlijk een clash van overtuigingen. En op zo'n moment dat die clash zich voordoet, dan moet een universiteit zich bevragen. We kunnen niet anders. Hadden we dit kunnen voorkomen? Hoe gaan we om in de toekomst met deviante groepsdruk? Kunnen we de individuele verantwoordelijkheid van alle leden van deze universiteit aanscherpen, zodat ze ook in staat zijn om nee te zeggen als het er echt op aankomt? En zijn we als universiteit, toch ook wel een belangrijke vraag, denk ik, niet te naïef geweest? Kunnen we leren, kunnen we groeien uit wat zich voorgedaan heeft? En die laatste vraag, kijk, die wil ik direct en wellicht samen met u volmondig met een warme ja beantwoorden. Ja, wij leren hieruit, ja, wij groeien. Absoluut. En we hebben dat ook gedaan de voorbije weken. En het klinkt u misschien heel vreemd in de oren als ik dat zeg, maar zo heb ik het wel ervaren. Ik heb de KU Leuven de voorbije weken bij momenten op zijn krachtigst gezien. Op zijn sterkst. Omdat wij met ons allen de allermoeilijkste vragen niet uit de weg zijn gegaan. U kent de vragen, u heeft ze zien passeren. De relatie tussen tuchtrecht en strafrecht. De plaats van morele verontwaardiging in onze samenleving. En hoe morele verontwaardiging geuit kan worden zonder te raken aan de grondbeginselen van de rechtsstaat. De verhouding, die lastige, tussen sanctie en herstel. Verhalen over elitisme, discussies over inclusie. En er zijn kritieken geuit. Er zijn veel kritieken geuit. Terechte en onterechte. Maar we zullen die kritieken gebruiken als ruggensteun om verder te leren en te groeien. Om trots te blijven op waar wij voor staan als universiteit en trots te worden op hoe wij leren uit fouten uit het verleden. En ik ga graag samen met u, en dat wil ik hier heel sterk beklemtonen, verder het pad op van een universiteit die ook vandaag al een inclusieve organisatie is. Die ook vandaag al inclusief is en samen met haar associatiepartners een netwerk van kansen vormt. Ik wil verder dat pad op van een universiteit die kan bogen op een heel rijke geschiedenis van emancipatie. Een academische gemeenschap met duizenden internationale studenten en onderzoekers, waarvan er vele komen uit het globale zuiden. Een universiteit die een voortrekkersrol opneemt in capaciteitsopbouw in datzelfde zuiden. Een universiteit in de universiteitsstad van Vlaanderen en op vele andere plaatsen, waar studentenkringen, in tegenstelling tot wat we nu gezien hebben met Reuzegom, dag in dag uit mee blijven bouwen aan een mooier huis. Een verhaal en een pad van katholicisme, dat ook staat voor dialoog, ook met andere religies. Een universiteit die gaat voor een debatcultuur, in maturiteit en met engagement. En ik wil met u ook het pad opgaan van een universiteit die, ik had het er al over, die allermoeilijkste vragen niet uit de weg zal gaan. En ik heb u in augustus misschien de allermoeilijkste vraag voorgelegd. En nu moet ik mezelf citeren, en dat kan ik niet exact, maar het ging in de richting van, zouden ook wij, naast alle afkeuring en alle afschuw die we terecht geuit hebben, de daders als mens nabij kunnen blijven en kunnen nadenken over vergeving. En dat was een vraag, geen antwoord,
geen daad. Het was een vraag. En met die vraag wou ik niet voorbij gaan aan het diepe leed dat Sandadia is aangedaan. En bij uitbreiding de vrienden en de familie en deze universitaire gemeenschap en de samenleving. Maar met die vraag heb ik wel willen aangeven welk traject wij gevolgd hebben en nog zullen volgen als een van de paden die we moeten bewandelen. Een pad van de toekomst, van heling en van herstel. En die vraag, die is belangrijk, want op het moment dat we daders enkel nog diaboliseren en ontmenselijken, dan is het de mens zelf die we stap voor stap beginnen op te geven. En dat wil ik niet zien. Dames en heren, ik wil het met u afsluitend nog hebben over waar wij voor staan en waar we niet voor staan. De opdracht van deze universiteit is heel erg diep, rijk, breed. En telkens opnieuw, dat is de kern van alles, positioneren we ons als een plaats voor wetenschappelijke reflectie, wetenschappelijke vorming, op een kritische manier, op een open manier, op een onderbouwde manier, op een verantwoordelijke manier. En dat is al wat al ons denken en ons praten voedt. En dat is wat ons drijft in het engagement en in het leveren van bijdragen aan de samenleving. Altijd maar opnieuw, met ons allen. Maar die samenleving die vraagt vandaag ook net iets meer. En soms vraag ik me af, is het niet te veel? Maar ze vraagt wel een aantal punten heel terecht meer. Dat we ook bijdragen aan harmonie, aan respect, aan duurzame ontwikkeling van deze maatschappij. En dat zijn geen kleine opdrachten, dat zijn heel grote en zware opdrachten die we met ons allen moeten aangaan. En ik denk dat we dat kunnen, want in essentie ervaar ik deze universiteit als een heel erg inclusieve organisatie, een warme organisatie, die zoals onze opdrachtverklaring het zo helder stelt, haar onderzoek en haar onderwijs ten dienste stelt van de samenleving met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in die samenleving. Dus ja, wij zijn al inclusief. Maar iets wat ik vandaag wel sterk wil beklemtonen is dat bij inclusief zijn ook het trekken van grenzen hoort. Grenzen aan haat, aan geweld, aan grensoverschrijdend gedrag, aan uitsluiting, aan discriminatie, aan racisme. En ik merk, en dat is de voorbije weken nog duidelijker geworden, dat inderdaad nogal wat van onze studenten zich de vraag stellen van waar trekt die universiteit nu eigenlijk de grens? Waar ligt die grens? En als we die vraag niet scherp kunnen beantwoorden, dan neigen we naar vrijblijvendheid en bij sommigen misschien een gevoel van straffeloosheid. En natuurlijk weet ik dat ik namens u alles spreek als ik zeg dat wij geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag aanvaarden. Maar roepen we dat met ons allen voortdurend elke dag opnieuw voldoende luid uit in deze universiteit? Dat is de vraag die telt. Stellen wij paal en perk aan gedrag dat strijdig is met de essentiële principes van inclusie? Dat is de vraag. En zijn we niet te lang gewoon verder gegaan op inderdaad voor ons de vanzelfsprekendheid van de christelijke waarden die deze universiteit al 600 jaar voeden? Ik leg u die vragen graag voor. Wij hebben geen traditie van gedragscodes, want dat klinkt wat te Angelsaksisch, dus doen we het niet. Maar ik denk, en u ziet al een stukje van de tekst staan, dat we op het punt gekomen zijn dat we heel duidelijk moeten formuleren voor welke waarden we staan, en dat zijn de waarden van respect en inclusie. En dat we even duidelijk moeten formuleren welk gedrag we niet tolereren en waarom. En of het nu gaat over racistische liederen op een campus, mensonterend gedrag op een doop, machtsmisbruik op de werkplek, verbale agressie van leidinggevende, een verhuurder die internationale studenten de deur wijst. We moeten in al die situaties krachtiger optreden. En krachtig optreden begint met een duidelijk standpunt over waar wij voor staan. En ik neem die rol hier vandaag graag met u op voor een standpunt rond drie concepten: veiligheid, respect en inclusie. En ik ga het u niet voorlezen, u kan het hier zien. Er is grondig aan gewerkt, kort, krachtig
duidelijk formulerend waar we voor staan en wat we niet aanvaarden. En ik zou aan de hele universitaire gemeenschap, degene hier aanwezig, maar ook degene hier niet aanwezig en die via het virtuele kanaal volgen, heel duidelijk willen beklemtonen dat dit geen eindpunt is. Deze tekst is niet het eindpunt van een discussie waar de universitaire gemeenschap is buitengehouden. Nee, dit is het beginpunt voor verder debat. Hier starten we mee. Deze tekst mag bediscussieerd worden, mag becommentarieerd worden, want hoe meer mensen erover spreken en erover meedenken, hoe sterker die tekst gedragen wordt. En het is voor mij niet alleen een statement, een standpunt. Het zal ook functioneren als een canvas voor verdere sensibiliserende acties. En u krijgt daar zo meteen een voorproefje van. Een canvas voor de ontwikkeling van een charter of voor een gedragscode. En een canvas voor, we hebben het er al zo vaak over gehad, een aangescherpt tuchtreglement. Dat alles is belangrijk en werk dat al loopt en werk van de nabije toekomst. Dus mijn uitnodiging is, lees dit standpunt. Herhaal het, spreek erover, denk erover, discussieer erover, leef ernaar. Leef ernaar. En ik weet dat ik ten aanzien van de overgrote meerderheid van de KU Leuven gemeenschap dat niet moet zeggen en moet vragen, want zij leven ernaar. Zij deugen. En het doet deugd om te horen bij een universiteit waar de meeste mensen deugen, absoluut. En ik zou u ook willen vragen rond die drie begrippen, inclusie, respect, veiligheid, verder te werken. Niet alleen binnen onze universitaire gemeenschap, maar ook daarbuiten en misschien wel vooral daarbuiten. Want wij zetten nu eerste stappen en dat is mooi en dat is goed en dat is schitterend. Maar wij zijn laatkomers in de opvoeding van de studenten die we hier ontvangen. Wij kleuren in, wij kleuren bij, maar de hoofdlijnen zijn al getekend elders. Voor die studenten hier komen. U kent die prachtige uitspraak. It takes a village to raise a child. Dames en heren, ik neem de handschoen graag op, zeker na wat gebeurd is. Dat heeft mij aangescherpt. Ik hoop dat u de handschoen ook opneemt, want dit is niet het werk van een rector alleen, maar het werk van alle professoren, onderzoekers, docenten, medewerkers, van alle studenten en van alle alumni aan deze universiteit. En terwijl u eraan werkt, onthoud heel goed. Daar komt het altijd op terug. De meeste mensen deugen. Ik dank u.